Want ik heb enkel nog maar een scheutje van dit en één pakje. Ik hoop niks, ik hoop dat jullie het zo kunnen zien. Dan zit ze bij mij op schot. Nou, ik had het niet meer. Ik denk, wat heb ik hier aan mijn stok? Goedemiddag, lieve vrienden. Ja, het is alweer middag, 17 minuten over 12. Dat ik ben er weer klaar voor. Ik ga mijn hondjes snel even uitlaten. Maar in eerste instantie, welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina. En de beestenboel. Ja, ze zijn binnen op kandalf na. Ik ga ze de hondjes er zo even uitlaten, Rijka en Elwing. Daarna pak ik gelijk mijn scootmobiel en dan vlieg ik naar de Vomar toe. Ja, want ik moet nog even sapjes halen, want ik heb vergeten frisdrank te halen. Dus zullen denk ik wel even wat de frisdrank te hebben. Want ik heb enkel nog maar een scheutje van dit en één pakje. Zo, nou dan moet ik even nog weer een nieuwe fles erbij halen. En even een pak met sapjes erbij halen. Dus dan komt het allemaal wel weer goed. Dus ja, het is prachtig mooi weer. De lucht is blauw. Ik zie geen ene wolkje. Ja, boven zee zie ik wat. Nou ja, laat maar rondzwerven daar. Maar het is prachtig mooi weer. Het waait wel, maar ach, wat kan dat boeien. Hè? Dus ja, ik zou zeggen, geniet ervan. Trek erop uit. Ga de natuur in. Ja, ga met de kinderen wat leuks doen door de natuur. Ga verstoppertje spelen met je kleinkinderen of je kinderen of wat dan ook. Gewoon lekker door de natuur heen verstoppertje spelen. Ja toch, is leuk. Ja, maar als je er maar wel om denkt om niet van de hoofdpaden weg te gaan. Nee, zoveel meter van het hoofdpad af en hou goed in de gaten wat je doet. Ja. En doe dat ook met je kinderen zo. Hou ze in de gaten. Nou, ik zou zeggen, geniet daarvan. En ja, of doe andere leuke dingen met ze. Spelletjes genoeg te verzinnen, toch? Dus ik zou zeggen, geniet daarvan. Ik geniet vanmiddag van mijn visite met mijn broer en mijn schoonzus. En dan komt het ook allemaal wel weer goed. Ik zou zeggen, spreek elkaar later weer. Doei! Een hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer zaterdag 19 december. En we leven om 14:49. Ja, het is weer aardig aan de late kant. En om eerlijk te zijn, ik kom ook net uit mijn bed. Want dat ging vanochtend helemaal niet goed met me. Nee, weer ontzettend, maar ook ontzettende hoofdpijn. Nou, ik kreeg schil van ellende. Het is nou ietsje gezakt en dat dankzij de tocotrolin. Nee, niet door mijn medicijnen. Nee. Gewoon tocotrolin die je bij de DA-drogist of welke drogist dan ook wel kan kopen. Ja, en dan niet de druppeltjes, maar het is een klein potje crème. En ik doe er ik weet niet hoe lang mee. Ja, want je bent er weinig nodig. Maar in ieder geval, het is ook lekker als je om je polsen er even mee te doen. Lekker verfrissend even een keer. Ja, als je het warm hebt, zoals in de zomer met een hittegolf. Maar oké, ik wens jullie natuurlijk ook weer een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is dat ik het gisteren allemaal niet kon pakken of wat dan ook. Want tenminste, ja, gisteren laat was het al. Ik doe met mijn hand op de bank. Tegen Elwin van Elwin, kom maar hier lekker. Doet ze? Spring niet op de bank. Nee, ze springt op mijn schoot. Nou, ik heb geprobeerd er een foto van te maken. Maar niet echt gelukt. Ik zal even mijn mobiel pakken. Zo. Dan zullen we hem even opzoeken. Die. Ja, moet je wel eventjes willen. Nee, dat, ja, dit is... Ja, ik zie al waar het op komt. De live focus en alles staat erbij in. Nou, daar kan ik ook niks aan doen. Ik hoop dat jullie het zo kunnen zien. Dan zit ze bij mij op schot. Nou, ik had het niet meer. Ik denk, wat heb ik hier aan mijn stok?
Nee, dan zal er dan eigenlijk iemand anders erbij moeten komen om dan een foto te maken. Dat kan dan een beetje op afstand. Maar ja, om zo laat is er niemand meer bij je. Nee. Dus, maar oké, komt allemaal goed. Ik ga zo even de hondjes uitlaten. De water staat weer klaar. Het regent hier. De bui die was bijna vertrokken, zover ik weet. Ja, kijk. Dat is er nog. Nou, dat vertrekt wel. Daar ben ik niet meer bang van. Nee. Even zien. Er staat dat ding daar weg. Telegraaf, nou, daar kan ik toch niks. Sinterklaas, acteur Bram van de Vlucht. Nee! Sinterklaas, acteur Bram van de Vlucht overleden. Oh, wat erg. Oh, wat erg. Die gaat naar Steunpunt. Oh, wat erg. Oh, wat erg. Zeker, ja. Onze echte Sinterklaas, hè? Die altijd voor Sinterklaas speelde. En nou is die mafklapper die van de familie Vlodder die in het zwembad staat te piezen. Die is het. Ja. Ik weet zo zijn naam niet meer. Hij heette ook in de serie Kees. Nou, maar nou is Bram onze echte Sinterklaas. Godzie. Moet ook naar condoleance register. Ja, nou is die pas op Steunpunt. Ram. En heel veel sterkte voor de nabestaande in deze zeer zware moeilijke tijd. Ja hoor, die kent het tussen, dat is een V, weg, tijd, punt. Condoleance register. Ja, die is ook voor mij, hè? Condoleance register. Let wel. Ik typ het wel even in. Ja, dat was die al. Plaatsen. Dan zal ik hem even Facebook doen. Jeetje, ik schrik er echt van hoor, ja. Dat kan je echt wel, ja. Ik vind het heel erg. Echt. Maar ja, wat doen we eraan? Er is een tijd van komen en dan een tijd van gaan, maar... Stel dat hij aan kanker is overleden of gewoon dat zijn hartje ermee ophield, he, ouderdom. Hij komt onder de kop corona, hoor. Gegarandeerd dat hij aan corona is overleden, terwijl dan daar helemaal niks mee heeft te maken. He. Ik vind het erg. Ja. Ja. Jeetje. Dochtertje van Jan Dulu, hè? Wie? Dochtertje van 3JS, zanger Jan Dulu is overleden. En zoals dit jaar september geboren. Goh, ach, zo'n klein humpie dumpie.
Ah, zo'n klein hoopje dopie. Steunpunt ook, ja. Ah, dat vind ik zo zielig, hè. Zo klein. Zo dier. Zo een mooi engeltje. Engeltje. Engel. Ja, nu moet die R weer weg. Ik heb weer een R aangedrukt. Engel. Engel. Moet een T. Engeltje. Zo klein en zo teer. Daar moet een spaatje tussen. Zo klein en zo teer. Zo mooi. Zo een mooi engeltje. Kijk. Nu op ons neer. Op, oh, dat moet een S wezen. Ja, telefoon, hè, dat is zo klein en oh man. Op ons neer. Heel veel sterkte in deze zware moeilijke tijd. Ik vind dat vreselijk. En wat doe ik dan? Dan ga ik het kopiëren. En dan wil ik het niet. Aha. Ja, opgehoepeld. Wat gebeurt er nou allemaal? Waar staat die? En die hoort daar niet te staan. En die Z behoort een hoofdletter te wezen. Ja, opstouten! Ik krijg allemaal weer appjes binnen, hè. Nou, nee, oh jee, oh, ik zie al wat er gebeurt. Nou, dat gaat het even niet worden. Oh jee, wat erg. Ik zie al wat er gebeurt. Nou, oké, dat helemaal weer overnieuw doen. Zo klein. Wacht even, nog een stukje. Zo klein. En teer. Zo klein en teer. Oh jee. Hou eens even op. Teer. Zo klein en teer. Een mooi engeltje kijkt nu op ons neer. Ja, nou is hij goed. Maar ik wil het kopiëren en dat lukt me niet. Terwijl het me normaal altijd lukt. Raad me waar. Ja. Kopiëren. Haha, ik heb het hoor. Kopiëren. Nou ga ik het plaatsen en dan kan ik het nog in de condoleance doen. En dan hoef ik niet te typen. Ja, dan denk ik het condoleance opzoeken. Dat was die al. En dan is daar weer. Kom op. Plakken. Plakken. En dan staat het daar ook. Plaatsen. Dat bedoel ik. Ja, erg allemaal. Jeetje. Ja. Ja, ook dat weet ik al. Dat staat ook al op steunpunt. Net gedaan. En ook op condoleanceregister.
Omroep West. Ja, ja, ook om ja. Ja, ik heb het net naar Facebook en condoleanceregister gedaan. En er was ook een babytje van, die in september was geboren van een of andere zanger van de drie J's. Die ene Jan. Die is ook overleden, dat babytje. Staat ook op steunpunt en condoleanceregister. En nu ga ik aan de wandel. Ja, met mijn hondjes. En dat gaan we doen. Dus ik zou zeggen, hou je fatsoen. Tot straks maar weer. Dan zien we elkaar wel weer. Ja toch? Ja, nou, ik zou zeggen tot later. Jullie weten, jullie zijn op de hoogte. Het regent hier. Het is net weer, ja. Ik geloof dat ik mijn regio eroverheen moet hebben. Als ik het zo bekijk. Maar ja, het zou ook minderen. Dat zag ik ook, toch? We hebben er nog weer een nieuwe erbij. Nee, kijk dan. Het is al bijna weg. Nou, dat moet toch goed zijn, ja, nou. Oké, nou, als ik mij aangekleed heb met mijn jas aan, dan moet dat overwezen, punt. Juist. Nou, ik zou zeggen, geniet ze. Wees zelf het zonnetje in huis. Ga ik ook lekker doen. Ik doe al kerstverlichting aan. En ja, oh, daar doet hij het alleen. Oh ja, daar stekker is er aan. Ha, ha, ha. Komt goed, lieve vriend, ik zou zeggen. Tot later.